Hey, Noutje. Nou, je bent weer eens lekker op tijd. Zullen we maar meteen gaan? Anders missen we de film. Joh, nou en? Wat nou en? Nou, weet je wat, dan pakken we gewoon de volgende film en dan drinken we hier eerst nog even wat. Nou ja, ook goed. Wil je een cappuccinootje? Lekker. Oh, trouwens, maak nou maar 3 van. Ja, ik heb nog iemand uitgenodigd. Dat vind je toch niet vervelend? Oh? Wie dan? Edwin. Mag ik 3 cappuccino? Sorry. Ik ben te laat. Ja. Maar het is niet erg hoor. We pakken wel gewoon de volgende voorstelling. Oké. Ik heb trouwens nog iemand uitgenodigd. Dat vind je toch niet erg? Wie dan? Geen probleem, toch? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Kom ik wel bij jullie, hoor. Ik dacht dat jij niks wilde met Charlie. Ik was hier gisteren. En terwijl hij eindelijk weer een keer een soort van toenadering zocht, lag Charlie verstopt onder mijn bed. Ik ben zo'n klootzak. Wat wil je dan? Ik weet het niet. Maar als Rick en Charlie echt bij elkaar horen, dan zou dit allemaal niet gebeuren nu, toch? Ja, die eerste keer misschien, maar dat was een vergissing. En dan zou ze hier nu toch niet zo voor openstaan? Dat weet ik niet. Rick is wel echt een vriend van mij. Rick is mijn broer, wat denk je nou? Dat ik hier niet van wakker lig, dat ik me niet continu schuldig voel? Je doet dit zelf. Oh, tuurlijk, ik doe het zelf. Ik heb het allemaal zelf in de hand. Net zoals jij jouw perfecte leven zo helemaal in de hand hebt. Als Charlie en ik bij elkaar zijn, dan klopt het gewoon. En als hij het zo goed voelt, dan kan het dan niet slecht zijn. Moet ze dan maar gewoon bij Rick blijven, terwijl ze zich eigenlijk verschrikkelijk voelt? Wordt hij daar beter van? Ik weet het niet. Ik denk alleen wel dat je eerlijk moet zijn. Dat weet ik. Ik geloof alleen dat het nu nog te vroeg is om eerlijk te zijn.